Hallo allemaal, hartelijk welkom bij Speel met mij kinderspeelgoed. Misschien herinneren jullie nog wel dat verrassingsei dat ik laatst had. Dat was toen van Barbie. En dit keer heb ik nog zo'n enorm verrassingsei voor jullie. Deze keer is het met de Disney prinsessen. Hier zie ik al Rapunzel en Belle en Assepoester hier. En ik ben zo benieuwd wat er allemaal in zit. Het is weer een hele grote doos. Op de ene kant zie je het verrassingsei en als ik hem hier draai, zie je... Oh, je ziet het niet zo goed. Hier zie je een pop. Hier heb je Sneeuwwitje. Het reuze verrassingsei is trouwens bedoeld voor kinderen vanaf 3 jaar en is van de maker Mattel. En je ziet al dat de doos echt heel groot is, dus ik kan hem helemaal niet compleet laten zien. Dus daarom haal ik het er nu gewoon even uit de doos en dan gaan we het eens even bekijken. Het reuze grote ei heeft deze keer... Hier zo nog zo'n plastic deeltje, een soort sluiting. Daar staat Mattel op. Dat betekent dat het ei ook nog eens verzegeld is. En hier zien we Sneeuwwitje. Ze heeft kort donker haar en een kroon en een heel mooie jurk. Snow White, Sneeuwwitje, de Disney prinses vanaf 3 jaar van Mattel. Die ga ik in een van de volgende video's ook nog uitpakken. Maar eerst gaan we eens even kijken wat er in dit grote ei zit. Daarvoor maak ik eerst deze sluiting open. Dat gaat niet zo, daarvoor heb ik nog een schaar nodig. Zo, het slot is eraf. En hier aan de andere kant ook. En dan kan ik nu het ei opendraaien. Hier zie je het. En daar komt het dan. Zo, nu is het open. En ik haal het eerste deel eruit. Dit lijkt wel een tekenboek te zijn. Album da Colorade. Ik kan alleen geen Italiaans of Spaans, ik weet niet precies wat het is. Het is in ieder geval bedoeld voor kinderen vanaf 18 maanden. Ja, precies, een kleurboek. Heel mooi. Ik vind kleurboeken altijd heel leuk. Misschien willen jullie ook wel zien dat ik iets ga tekenen. Laat het dan weten in de reacties. Dan ga ik er misschien eentje laten zien. En dan mogen jullie ook uitzoeken welke van de tekeningen ik ga doen. Hier hebben we Ariel en dit lijkt wel door een roosje te zijn. Ja, door een roosje volgens mij. Hier hebben we mooie Belle. Ah, dat is Assepoester. Daar hebben we Rapunzel. Sneeuwwitje. En... Oh! Ja, dit is de vriendin van de kikkerkoning. Maar, oh, ik weet niet meer hoe ze heet. En ik weet ook niet meer hoe die film heet. En de laatste is dan weer Sneeuwwitje. Maar jullie kunnen me natuurlijk in de reacties laten weten welke ik moet gaan kleuren. Zo, en wat hebben we hier? Twee mooie prinsessenjurken. Ik leg dat even aan de kant, zodat ik het wat beter kan laten zien. Hier heb je een jurk van Assepoester en Sleeping Beauty, dus van... Van Door een Roosje en van Assepoester. Dus een roze jurk en een blauwe jurk. Het is bedoeld voor kinderen vanaf 3 jaar. Die ga ik ook in een van de volgende video's laten zien. Ik weet niet wat dit is. En wat hebben we hier? Hier hebben we een ketting. Een prinsessenketting. Ook voor kinderen vanaf 3 jaar. En hier hebben we nog een prinsessenkroontje. Heel mooi. Dat kun je dan op je haar doen. En er zitten weer hele mooie dingen in dit ei. Dat is ook echt leuk om zo'n groot verrassingsei open te maken waar zoveel dingen in zitten. En dan zit er ook nog eens zo'n Barbie bij. Ja, ik ben echt verbaasd. De losse dingen die zal ik in ieder geval nog eens laten zien in aparte video's de komende tijd. Misschien hebben jullie nog een wens en zeggen jullie probeer eerst eens even de jurkjes bijvoorbeeld.
Of dat ik ze aan moet doen bij Elsa. Of nou ja, iets dan. Je kunt het laten weten in de reacties. En laat het me weten als je het leuk vond. Of je nog meer wilt zien van dit soort verrassingseieren. En wat jullie ervan vinden. Dus alles in de reacties schrijven. Als je het leuk vond, geef me dan een duimpje omhoog. Bekijk onze andere video's. En bekijk ook de andere unboxing video van het reuzenei. En dan zien we elkaar de volgende keer. Doei!